Goedemorgen iedereen, fijn dat jullie er weer zijn, fijn dat jullie aan het kijken zijn na deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Loran en zoals jullie zien heb ik mij klaargemaakt om te gaan fietsen. Het is al wat later, het is 10 uur en ik moet nog een duurtraining gaan doen. Ik was van plan om 7 uur op te staan, om 8 uur te vertrekken, maar ik raakte maar niet in slaap. Dus heb ik mijn wekker verzet naar 8:30 en nu is het 1:30 later. Ik heb al mijn grief gedaan, ik heb de beesten al buiten gebracht, ik heb mijn eten gemaakt, mijn eten klaargemaakt om te gaan fietsen. Voilà, hier ligt mijn eten klaar, mijn drinkfles. Ik heb zelf 1 fles voor achter op de tijdritfiets, want ja, ik ga wel met de tijdritfiets rijden vandaag. Dat is ook de reden waarom ik jullie niet ga meenemen vandaag. Ik zal wel wat proberen filmpjes te maken met mijn telefoon als ik kan. Maar ik ga een stukje van het parcours in Knokke-Heist gaan verkennen, van het fietsparcours. En daarvoor zou ik wel graag gewoon even een beetje focus hebben. Allee, op mezelf mijn training kunnen doen zonder dat ik het gevoel heb dat ik moet filmen. Dus alles wat ik met mijn telefoon ga filmen, gaan jullie wel te zien krijgen. Alles is fijn dat jullie erbij zijn, fijn dat jullie aan het kijken zijn naar deze gloednieuwe vlog. Vergeet zeker niet te liken, vergeet zeker niet even te abonneren. We zijn echt snel aan het groeien, dus het zou nice zijn als je abonneert. We gaan richting de 800 subs, we gaan er sneller raken dan dat ik dacht. Als je even zou abonneren, zou dat heel fijn zijn. Dat toont mij ook aan dat je de video's leuk vindt en dat toont mij ook dat je het apprecieert dat ik elke dag voor jullie ondertussen al bijna 230 dagen lang, of misschien is het zelfs de 230ste vlog, 230 dagen lang elke dag een vlog maak. Maar zonder te veel te zeveren en zonder te veel te babbelen ga ik dus nu vertrekken. Mijn tijdritfiets staat al, niet mijn tijdritfiets, maar de tijdritfiets staat al klaar. Just dat grief hier nog opsteken, mijn grief in mijn zakken doen en dan ga ik vertrekken voor een lange duurrit. De oorspronkelijke doel was dus 160 kilometer, maar ik ga een deeltje afsluiten. Een sluis heb je normaal het deel naar de finish. En dan dat deel ga ik eigenlijk niet doen meer langs het water, maar ik ga een sluis direct oversteken en een deel van de route skippen. Ik zal het wat tonen op de map wat ik bedoel. En dan zie je mij straks terugkomen. Voor mij een paar uurtjes, maar voor jullie een paar seconden. Dus tot zo, hè. Dag iedereen. Ik ben nu 42 kilometer onderweg, 32 per uur gemiddeld, 160 watt en 143 gemiddelde hartslag. 1:18 ben ik onderweg en nu zit ik aan het deel waar dat het parcours begint. Dus we komen van daar normaal gezien en dan rijden we richting daar, waar dat die auto is. Ik ga nu dat stukje afrijden voor alle technische gedeelte, want dat wil ik wel even gecheckt hebben. De rest is zo langs de vaart en zo. Er is niet superveel technisch aan. En dat is richting Knokke dan terug. En ik ga niet zo ver fietsen, want anders zit ik te lang op de fiets. En het is wel echt warm, ik moet nog vanavond weg. Dus vandaag gewoon een rustige duurtraining. Misschien nog even een race pace straks erin, maar dat ga ik nog zien hoe ik me voel. Dus ik rijd nu richting een stukje weg. En dan richting Sluis. En dan in Sluis, sla ik af naar boven. En dan doe ik het andere technische deel in Nederland. En dan uiteindelijk kom ik hier straks weer terug daaruit, na terug wat kilometers. En dan is het weer 40 naar huis. Dus ik denk dat het nu een rondje is van ongeveer 40. En dan misschien zelfs, 40 zal zo wel iets zijn. 40, misschien iets meer. Bon, we zien wel. Tot zo. Ja. Oké, jongens en meisjes, zoals je ziet zit ik hier in een weggetje. Ik weet niet of dat parcours hier passeert, want ik heb een paar stukken afgedaan omdat dat niet zo populaire wegen waren op Strava. En ik dacht, ja, ik ga gewoon een fietsritje doen en zo wat stukken uit de Ironman route pakken. Dat heb ik gisteren gemaakt, die route, die ben ik nu aan het rijden. Ik heb 75 kilometer gedaan nu, nog 62 kilometer te gaan. Dus dat is minder dan 2 uur. 1:40 of zo, 1:45, hangt er vanaf hoe snel dat gaat gaan in Gent. Mijn gemiddelde hartslag begint wel omhoog te gaan, dus ik ben nu gewoon aan het rijden. Alleen mijn gewone hartslag zelfs ook, omdat ik ben nu gewoon aan het rijden op hoe dat ik mij voel, op vermogen. Want volgende week gaat het 10 graden kouder zijn op de halve Ironman dan voor de vermogens dat ik nu trap. Gaat mijn hartslag dan ook gewoon 10, 15 slagen lager zijn. Dus dat komt gewoon door de warmte dat mijn hartslag hoger is. Dus gewoon rijden op hoe dat ik mij voel nu. Voilà, het gaat goed. 32,5 gemiddeld op 2:20, 164 watt. Dus dat is gewoon een rustige duurtraining voor mijn gemiddelde hartslag, 146. Dus valt op zich ook wel mee, maar dat is omdat het in het begin wat lager was. Maar nu begint hij wat hoger te gaan. Dus het is aan hem dat hier zo wat schaduw is. Dus even gewacht, mijn hartslag wel laten rusten nu. En dan straks weer voort voor de laatste 62 kilometer. Dus dat komt erop neer dat nog 20 kilometer is tot aan dat punt waar ik de vorige keer heb gefilmd, waar ik zei dat we op de Ironman route kwamen.
En dan is het eigenlijk nog 42 kilometer dezelfde baan langs het water naar huis. En dat gaat wel vlot gaan. Hopelijk wint mee, want dat zien we wel. Maar hij passeert in Knokke-Heist ook vandaag, langs de grote baan. Dus was pittig veel wind. Voilà, en 137 kilometer later eindelijk thuis. Even hartslagmeter af, voilà. Amai, dat was me wel. Ik had het deel naar huis. Toch nog tegenwind. Ik dacht dat ik meer zijwind ging hebben, maar het viel toch tegen. En in Gent was het redelijk druk, dus even een beetje moeten manoeuvreren tussen de fietsers. En de fietsstraat, zo van het Rabot richting zo de grote baan. Dat was dat dus. 137 kilometer gebankt. Nu is het tijd voor een lekker douche, de katjes naar buiten laten. Wil je naar buiten, Figaro? Kijk, hè. Ja, je mocht naar buiten, hè. Ga maar. Hoppa. Nu ga ik even mij wassen en dan ga ik eten klaarmaken en chocomelkje drinken, een beetje eitjes eten, denk ik. Dus ja, goede training gehad. Tijdritfiets, amazing. I love it. Ik zeg het u, dat is echt geweldig. Hè? Als ik ooit nog de kans krijg om een tijdritfiets gesponsord te krijgen, dus Canyon als je dit ziet, of S-Works of iemand anders te sponsoren bij maar een tijdritfiets. Nee, maar dat is echt geweldig. Ik heb 137 kilometer, niets meer dan 4 uur gereden. Ik ga mijn fiets even nog binnen gaan zetten, daar eerst, want die staan nog buiten te wachten. En dan vanmiddag moet ik naar Nolwenn. Moet eerst nog de vlog editen. En ik heb trouwens een berichtje gekregen van iemand anders die begonnen is met dagelijks vloggen. Ook van Gent, dus dat is wel geestig. Simon, dus shout-out naar u, Simon. Succes met het daily vlog. Nu zijn we met 3 dagelijkse vloggers in België. But I'm the first one. We gaan de YouTube scene in België een beetje meer amazing maken. Hè? Dus guys, ik hoop dat jullie gemotiveerd raken van ik die sport. Ik heb er ook niet altijd goesting in, maar ik doe het toch. Ah, dat wil ik trouwens zeggen. Het is zo ongelooflijk warm vandaag. Het is echt insane. Ik was aan het fietsen. Ik dacht, wat is dit, man? Ik ga gewoon... Ik word verschroeid. Maar ik begin meer en meer vertrouwd te geraken in 90 kilometer op die tijd. Dat gaat wel lukken, want ja, ik heb nu 140 gedaan. Dus dan gaat 50 kilometer minder ook wel lukken. Oh, ik ging bijna zeggen, oeh, hard ik ging trappen. You ain't gonna know that, want anders weten jullie... misschien bij tijd voor de giveaway. Hier zie je een Nike met een broekje. Smakelijk. Oké, ik wil even nog een paar dingen zeggen over de halve Ironman parcours. Ik heb het parcours dus getest. Een deeltje van het parcours, een deel in Nederland, vooral het technische gedeelte. Het andere deel beneden is veel rechte stukken langs de vaart, heb ik gezien. Dus normaal gezien is dat niet super technisch. Maar het gedeelte dat ik in Nederland ben gaan verkennen, ik dacht eigenlijk van oei oei oei. Ik hoopte eigenlijk op goede banen in Nederland, maar het viel gelijk een beetje tegen. Het was schone banen erbij zitten, maar het zitten ook wel af en toe zo wat stukken in dat je zo over klinkers moet. Ik denk dat je dat klinkers kunt noemen, zo die typische Nederlands rode bakstenen dat zo op de baan zitten. In die kleinere dorpjes, daar heb je zo wel een paar banen van. En dan wel redelijk bochtig sommige stukken, dus dan dacht ik wel van, dat gaat moeilijk worden om daar tempo te houden. Dus je gaat tempo moeten zoeken op de andere stukken. Qua wind heb ik gezien dat het eigenlijk wel mee gaat vallen normaal gezien volgende week. Windkracht 2 staat er nu op, dus ik hoop dat dat wel zo gaat blijven. Als het een tweede deel wind tegen is... Dan gaat dat pittig worden en dan gaat het een zwaar fietsding worden. Maar ik denk niet dat het een supersnelle fietseditie gaat worden. Want je hebt ook wel van die edities dat je bijvoorbeeld gewoon rechte banen hebt. En dan kun je natuurlijk vlammen. Maar het is hier toch wel... niet alle bochten kunnen in de beugels nemen, zeg maar. Dus je gaat af en toe wel een keer waar je op moet gaan zitten. En een keer afremmen om een bocht te nemen. Dus dat heb ik wel gemerkt. Ik ben blij dat ik een keer ben gaan kijken. Weet ik wel wat ik mij ongeveer kan verwachten daar aan die kant. Maar op zich wel... Saval denk ik, wel haalbaar. Ik voelde mij redelijk goed vandaag. Die langere duurtraining, echt zo boven de 120 kilometer, vanaf dat ik zo richting de 4 uur ga, ben ik dat toch laten merken aan mijn benen, want ik heb daar niet echt heel veel op gefocust. 3 jaar geleden, denk ik, in 2020, deed ik superveel duurtraining en dat was gelijk 3-4 uur gaan fietsen, viel wel mee. Maar nu begin ik dat toch wel te merken, omdat ik toch wel eerder gefocust heb op zo die 3 uur inspanning maximaal. Ik heb... wel wat duurtraining gedaan, maar vaker zo 3 uur of zo 2,5 uur, 3 uur ben ik gaan rijden met wat tempoduurs in. Dus ik merk dat alles tot en met 3 uur, 3,5 wel goed gaat, maar daarna dat wat minder is. Maar op zich hoeft dat ook niet. En ik denk dat ik wel een beetje weet welke vermogen dat ik ga trappen als ik goed uitgerust ben. Dus nu is het gewoon een zaak van goed uitrusten. Ja, als jullie het nog niet weten, de vlog van gisteren heb ik een giveaway gedaan. Dus daar kunt je mijn tijd raden voor de halve Ironman. En comment even op die video als je dat nog niet hebt gedaan, als je een 6D sportpakket graag zou winnen. Nou, meer uitleg daarover in de video van
van gisteren. Ik ga nu naar Nolwenn trouwens, dus ik moet hier even opruimen op mijn kamer. Allee, opruimen. Mijn grief klaarmaken om naar Nolwenn te gaan. Voilà, wees ingesteld. Tijd om naar de auto te gaan daar. De auto staat klaar. Ik ga met de Fiat rijden, want mijn auto is dus kapot. Nee, tijd om naar Nolwenn te gaan. We komen aan om 5:43. Ik heb nog een trui mee voor vanavond, want we gaan iets gaan drinken met Nolwenn en haar vriendinnen. Waar ze gisteren mee is gaan karten en iets gaan eten. Ze had gevraagd of ik meekwam, dus dan doe ik deze. Ik drink trouwens geen alcohol, voor als jullie dat afvragen. Ik heb nooit van mijn leven alcohol gedronken. Eén keer geprobeerd en dat is mij nooit niet echt bevallen. En ook gewoon uit principe, ik hoef dat niet. Ik ben gelukkig als ik Fanta drink. Ik ben ook niet echt de persoon die uitgaat. Ik denk de laatste keer dat ik ben uitgegaan is al meer dan een jaar geleden. Dus dat is niet echt mijn ding. Ik word daar niet gelukkig van. Laat mij maar 130 kilometer fietsen en daar heb ik veel meer voldoening uit dan dat ik naar een vijf ga. En dat ik allemaal zatte mensen zie en sigarettenrook moet ruiken. Dus voilà, ik ga richting Nolwenn. Ik was ook een paar dingen aan het denken. Misschien is het eens leuk om bijvoorbeeld, ik weet niet of dat jullie daarin geïnteresseerd zijn, een keer een fietsritje te doen als het goed weer is. In de regio van Gent of zo, of in Gent zelf. En dan een keer een koffietje gaan drinken of zo ergens. Of een taartje gaan eten. Ik denk dat dat misschien wel leuk is. Ik denk niet dat ik zo'n grote, hoe moet ik het zeggen, community heb. Dat er 200 man of zo gaat zijn. Maar ik denk misschien zo, als er een tiental mensen zijn. Die dan misschien een keer goestingen hebben. Dat dat misschien wel een keer leuk kan zijn. Om ook jullie wat te leren kennen en zo. Misschien is dat wel leuk om een keer te gaan fietsen. Ah ja, ik weet het. De halve Ironman is volgende week. En daarna zijn mijn challenges gedaan. Allee, daarna heb ik nog niet echt iets gepland. Maar ik ben natuurlijk aan dagelijks vloggen. Dus ik moet wel iets hebben om verder te doen. En ik had een paar dingen in gedachten. Eerst en vooral dacht ik om... ik ga naar Wenen. Twee dagen nadat ik de halve Ironman heb gedaan met Nolwenn. We wouden nog eens op vakantie gaan voordat het laatste schooljaar begint. Want ja, dan studeren we af. Maar in mijn laatste schooljaar, om eigenlijk af te sluiten, in plaats van dat mensen gaan reizen of zo, zou ik graag misschien een reis doen en een Ironman doen. Een volledige Ironman. Want dat is dan eigenlijk pas over een jaar. Dus over een jaar van nu zou ik eigenlijk graag een volledige Ironman willen doen. Of misschien in oktober of zo een volledige Ironman. Dan misschien combineren met een reisje of zo. En ik was ook nog aan het denken om in maart een marathon te lopen. Ik zou ook graag nog wat meer ultra-endurance events doen. Bijvoorbeeld een keer 100 kilometer lopen. Dat klinkt nu misschien heel idioot, maar 1000 kilometer fietsen aan een stuk. Allee, niet aan een stuk, maar je snapt wel. 24 uur lang fietsen. Zo van die challenges. Maar bon, dat ga ik nog allemaal zien als het daarvoor tijd is. Ik ben daar nu al maar aan het denken. Bon, tijd om naar Nolwenn te gaan, want ik denk dat ze aan het wachten is op mij. En ik kom pas om kwart voor zes, pardon. Dus... Allee, on y va. Daar is een bordje. Therapy is expensive, get a haircut instead. So funny. Elke keer als ik naar Nolwenn rij en ik kom bijna bij haar aan, voel ik kriebeltjes in mijn buik. Nog altijd, na 3,5 jaar. Ik weet niet, ik vind het altijd spannend om naar Nolwenn te gaan. Ik vind dat zo raar dat ik gewoon na 3,5... Misschien is dat niet raar. Misschien wel. Dat ik na 3,5 jaar gewoon zo... Ken je het dat je zo de eerste keer op date gaat? Dat ik een beetje nerveus bent. Ik heb dat natuurlijk niet in die grote mate van nerveus zijn, maar elke keer zo toch zo'n beetje kriebeltjes zo aan mijn hart. Of zo als ik naar Nolwenn ga. Ik weet niet. Ik zie haar wel graag. Voilà, en het is 20 uur, de vlog zit in de render. Door de lange training en dat ik naar hier ben gaan een beetje later dan verwacht, maar het maakt niet uit. Thanks iedereen om te kijken naar de vlog. Morgen ben ik er natuurlijk weer bij mijn gloednieuwe vlog om 6 uur. Hopelijk als ik op tijd ben en niet gelijk de afgelopen... Heel veel afgelopen dagen. Merci om te kijken. En dan ben ik er morgen weer bij een gloednieuwe vlog om 6 uur. En zoals ik altijd zeg, ciao. Kus.